theater. Wat is dat? Ligt dan op je improvisatie met tekst of zonder tekst? Met tekst, uiteraard. Met Gedachten tekst. lezen. Wat ik het mooist vind is als tekst een doel heeft. Er wordt veel te snel tekst gebruikt dat niet nodig is eigenlijk. Het is alleen al als ik iemand anders zie staan. Die persoon heeft niet eens misschien door dat ik hem zie. Maar alleen dat hij daar staat, kan iets met mij doen. Automatisch. Dus dat is niet bedacht van ik ga je nu lol reageren. Wat dan ook. En ik voel iets, komt een impuls in mij op. En die is er al nog voordat ik het besef. En die laat ik er dan ook zijn. Die ander die ziet dat, of niet. En juist het feit dat alleen het feit dat hij het wel of niet ziet, kan ook weer een reactie bij mij oproepen. Nou, en zo ontstaat er een soort samenspel op een heel natuurlijke manier. En het mooiste is dan, als er dan pas tekst komt, op het moment dat het er eigenlijk spontaan uitvalt. Want dan is de tekst ook een toevoeging in de scène. Dus wat voor tekst komt er bij jou bij jou op als je naar mij kijkt met mijn film en mijn camera? In eerste instantie geen tekst. Ik zet in eerste instantie in mijn opnemen dan. Ik zou waarschijnlijk eerst fysiek reageren, wat waarschijnlijk nu wel te zien is dan. Ik voel zelf bijvoorbeeld dat ik dit doe en eerst wil gaan kijken. Waarschijnlijk dat ik daarna jouw reactie ga afwachten en naar aanleiding van jouw reactie was weer misschien. Bijvoorbeeld.